Oh jee, daar komt ze. Ik kijk naar de grond, Niks aan de hand. Ik doe het in het echt ook. Hoi. Ik kan niet naar beneden. Maar het heeft dus zeker zin om je zaklamp uit te zetten. Nou, ik had het wel gedaan, maar ik ging alsnog dood. Maar dan moet je een hoekje gestaan, Deel. Ik denk dat jij midden in de gang stond. Ja, hallo. We gaan niet zielig in een hoekje lopen huilen, hè. Dan gaan we blijven gewoon... Kom dan! Weet je, maar ja, dat werkt dus niet. Dat is mijn tactiek. Zielig in hoekjes huilen doe ik al jaren. Ik hoorde weer. Ze is dichtbij. Ik hoorde niet. Ik hoor snap alleen maar deuren. Kut van, jongen. Hallo. Hey. Moeten we met jou mee rennen, Erik, of niet? Erik is beneden. Ik hoor er boven me. Voor mij is ze weer op zolder. Ik ben op zolder. Maar wat hoor ik dan? Niet op zolder. Geen idee. Ik hoor wel wat hoor, hier in de buurt. Maar... Ah, hier is de deur dicht gedaan. Is niet op zolder. Toch helemaal debiel van die deuren, joh. Die zijn er maar buren mee zijn. Oh, Minky. Ja, gepakt worden zo, maar dat maakt niet uit. Zo fijn dat die headset tegenwoordig laten horen. Ze zit aan de andere kant van het huis. Andere kant van het huis. Hé, ik heb een sleutel. Attic. Ja? Ja. Godverdomme zeg, we hebben een keertje tijd. Waar lag die nou? Geen idee. Niet naar gekeken. Je zit op de attic? Ik. Er komen kutpoppen naar buiten. Nee. Basement key, ik heb een basement key. We hebben trouwens... Oh! Ze is boos! Ze zit hier op de... Die met die rode poppen, dat zijn savior dolls. Die redden je volgens mij. Ja, en als je dus zo'n zwarte moet je verbranden. Ja, dat is het. Maar je moet ze inruilen. Ik ben nu niet meer veilig. Ik ook niet. Ik kan hem ook niet wegpleuren natuurlijk. Ze komt nee, ik kan hem alleen... op de trap. Ik kan hem alleen vervangen. Nou, daar komt alleen... ze, daar komt ze! Dan ben ik een beetje gaar dat ik niet Hallo? Hoi, vrienders. Hallo? Help! Als je mensen hoort schreeuwen... Verbranden! Wat is dit?! Oké, ik heb er één. Ik ben trots op je, Erik. Die andere 8 kan je ook. Wauw, moet ik hier nou doelloos rondblijven? We zijn een horrorspel aan het doen. Moet ik het even naar je streamen? Ze is teringsnel! Oh, ik download het wel even. Kan je samen met z'n allen dan? Wil je het opnieuw spelen? Met z'n vieren. Nee, ik kan niet met z'n vijven, dus dat is wel heel leuk. Nee, ik kan maar met z'n vieren. Oh, jullie zijn al aan het spelen? Ja. Ah, maakt niet uit dan. Dan krijg ik wel even mee. Kost geld, hè? Wat? Spel. What the fuck? Ja, ik zag net dat het 5 euro was. Oh, ik ben lekker bezig, Erik. Ik ben al dood, dus ik loop als een klein kutpoppetje rond. Er gebeurt bij mij niet zoveel, ik ben alleen maar een beetje doelloos aan het rondwandelen. Kom jij nou voorbij rennen, Erik? Of René? Nee, dat was ik. What the fuck zijn jullie baby's? Nee, dat zijn... Ik ben een pop geworden, omdat ik gepakt ben door dat ding. Erik, waar ben je? Laat maar! Nee, hey! Hoi! Tering! Proces weer normaal. Ja! Nee, graag gedaan! Hoe kunnen we jullie nou redden dan? Niet. Voor eeuwig in het huis. Nee, wij zijn nutteloos geworden. We kunnen naar sleutel zoeken, maar... Ik weet niet of we zo'n... zoek eens zo'n rode dol op. Dan kan, ga ik die misschien even erin gooien. Ze doen... Ah, hoi! Wij kunnen nu niet meer... Ze wordt weer boos. Help! Ja? Ik kom boven. Nou, daar gaat ze weer. Zo, jezus, ze wordt steeds sneller, heel die gek. Ja. Ik heb een vuile lomp en visie. Heb je trouwens een keer van die sigarettenwinkel? Wacht, ik heb wat drinken pakken. Ik denk dat gillen is goed voor je stembanden, man. Ja!
Nou, ik kan je zeggen, ik heb René al op 30% gezet. Goed, weet je van je oren. Waar ligt de hout? Waar ligt de hout? Ik heb hout in mijn inventory! Oh. Hout ligt standaard in de basement waar we beginnen, hè? Ik ben er weer. Oké. Maar hebben we een sigarettenwinkel of niet van draadstaal? Ik heb een rode. Ja, die ga ik ook even in de oven gooien. Ik heb een pop voor mijn neus. Zegt hij op een gegeven moment van... Ja, ik wil een pakje met die met dat gaatje in die keel die op een varkensanus lijkt. Oh, ik kan hier zo niet tegen, jongens. Ik kan niet tegen. Oh, nee. Een rode werkt niet. Oh, jij bent ook klein? Nee. Holy fuck. Een rode kan je niet verbranden, holy bedoel fuck. Je? Ja, ik kan fucking hoog springen, man. YOLO! Oh. Als jullie nou even haar in de gaten houden... Ik heb een rode geburnt. Ja, we houden haar niet bij. Nee, kan er iemand dan... revive of zo? Ja, ik weet niet. Misschien als ik op... Loop eens naar de oven. Waar is de oven? Moet ik naar beneden? Beneden, basement en gelijk naar links. Ik heb een pop gevonden. Moet ik eerst even kijken hoe ik daar weer kom? Ah, ze staat bij mij. Even maar. Oké. Derek, je bent alleen. Oké, geloof je. De vrienden hebben je achteraf. Nee, je kan het. Ik geloof in je, Derek. Nee, ik durf dit niet. Jawel. Ik neem een pop jij, mee. Jij wil dit zo graag spelen met z'n allen, dus je moet niet zijn. Okay. Godverdomme. Ze is voor mij. Zullen we hem restarten? Ja. Wat? Laat eerst nou Derek even kutten. Ik wil kijken of ik nou kan reviven, dat wil ik weten, voordat we ermee stoppen. Ja, dat volgens mij gaat dat niet. Want ik heb er net één. Ik weet het hele fucking weg. Ze komt eraan, Derek. Kelder, want... Ze is weg. Ja, dat weet ik. Oké. Okay. Degene die dit huis heeft ingericht, heeft geen architectuur... Nou ja, misschien wel, maar... Rodney, heb je weer een huis lopen inrichten? Sorry. Waarom ligt je nou een stukje weg? You're too small to carry that. Oh! Jongens, je moet zeg maar ons, ik moet in die oven springen als jullie me aansteken. Dan die vijf zelf. Ben je dat zeker? Ja, dat staat er. Hier. Ja? Wacht. The boiler needs to be on fire to revive yourself. Oh, maar misschien is dat dan toch door een rode die ik heb gedaan. Ik weet het niet, maar in ieder geval moet ik mezelf in de fik steken om weer te kunnen leven. Ja, wacht even. Zullen we een keertje opnieuw beginnen? Oh, leef jij nog, Erik, dan? Ja. Oh. Ik heb haar gevonden, dus... Oh, ze is weer normaal. Ze is weer helemaal normaal. En waar loopt ze? Bij mij. En waar ben jij? Ben je boven, Erik? Nee, ze loopt... komt net van die trap af van de Erik. Ze gaat nu naar de Erik, dus ze gaat nu naar zolder. Derek, of René, jij moet even dan naar de kelder komen. What the fuck? Ik ben heel even de weg kwijt. Ja, dat heb ik dus ook heel de tijd. Ah, ja. Oh, daar is die. Ik kom zo naar de kelder. Ga jij maar naar de kelder, René? Oké, ze gaat nu weer naar beneden. Hey, talent is terug. You are back to normal. Wacht, gelijk even die matches hier oppakken. Oh, die hebben... Maar dan moet iedereen even naar de dinges lopen, denk ik. Ik ben... Ja, ik leef nog. Nou, als René even helemaal naar beneden komt... Ja, ik zoek de kom weg. Hier, kut, die verskeerd. Okay. Heb je... Maar ik heb... Oh, je bent er al. Ze loopt bij mij. Hier naar binnen. René? Ik zit op de Eddick. Ik zag je net lopen, nou ben je weer weg. Ging je hierheen? Ja, hier, kom. Ja, wacht, nog niet in de fik steken. Ze loopt nog steeds op de Eddick. Moet hier straks moet je even in die oven springen zo, maar dan moet je even wachten tot Erik er is. 3, 2, 1. Ja, zet hem aan. Gaan. Op E drukken trouwens. Oh, dan moet de eerste... Ja, zie je wel. Ja, dat heb ik niet door, hè. Haha! Swarming out! We're fucked. Ze is nou echt tering snel, hè? Ze is boven. Ja. We moeten dolls vinden. Dolls. Ik heb een dol vast. Ik heb een dol vast. Een grijze? Een dol vast? Ja. Ik heb een dollo heb ik vast. Nee. Ja? Ik heb alle sleutels gepropt. Er liggen 4 sleutels bij de basement trap. Oh, jij bent gepakt, Erik. Ja. Ik schrok me even. Maar wat is het doel van het spel? Oh, maar alle poppen verbranden. Oh, hier. Oh. Zo, ik heb 4 sleutels. Kom maar, Erik. Dan gaan we je even reviven. Ja, en dan moeten jullie mij gaan... Ah, ze is beneden! Hoe spreek ik dat al? Oh, ga er maar in. Oh, ja! Oké, spel voor mij. Okay.
Maar we moeten snel cup poppen, want ze wordt steeds sneller. En we moeten, er zijn er nog 5 over. Ik heb een nieuwe hout te pakken, broer. Ik heb hout bij me en ik heb matches bij me. Dan gaan we eens een keer naar die dingen, joh. Wie komt me halen dan? Je moet gewoon lopen. Ja, gewoon. Ga naar de main hall. Nee, ze zit niet bij jou, ze zit bij ons. Ze komt naar ons. Ze doet namelijk niks momenteel. Nee, ze is veilig. Ze is nu lief. Ik heb hier nog 2 dolls. Ze is niet meer lief! Ze is niet meer lief! Stond heel leuk te doen voor de gezichten. Wat zou je nou doen? Laat maar. Ik was even echt 1 seconde ergens anders naar aan het kijken. En ineens begint iedereen te gillen. Ik heb een pop gevonden. Geen idee wat voor kleur. Ik ben ergens beneden. Maar het verbrandt hem gewoon. Links onderin. Links onderin zie je het. Wacht. Ik weet niet waar ik ben. Ik heb ook een pop. Ik ga pop verbranden. Want ze is nou toch boos, dus maak ik gegrepen. Nee, ze is weer veilig. Oh, dan ga ik... wacht, ik even. Is weer veilig? Ja, wacht. Oh, dan kom ik er ook aan. Moet ik jou refinen? Nee. Wacht. Ik kom eraan. Volgens mij lopen we een beetje door de wood heen te gaan. Nee, er ligt hier echt gewoon tonnen met hout. Ik ben beneden, dus linksaf, hè, van de trap. Oh, rechtsaf. Wel, ze is hier. Ja, deze. Loop hier naartoe. Jij bent veilig trouwens, je hebt een rode door. Ja. Die heeft ze nu net afgepakt. Goed zo. Staat ze nu naar te kijken. Laat maar. Je bent lief. Wat? Ik weet niet waar ik... Oh, daar moet ik naar beneden. Oké. Wat? Dat zijn we nu de kelder in. Ja. Hier zo? Hier naar links? Ze staat voor me. Wat voor dol? Een grijze dol? Ja. Oké. Okay, ik heb er ook één. Hout erin. Ja, oké. Ik steek hem aan. Gooi je. Guys, ze staat achter in. Jullie. Oh, kut. Ik dacht hier. Waar gaat het heen? Hoeveel moesten er dan nog? Want ik 4. Heb niet... Okay. Nee, ik heb het toch ook even verbrand? Dat zou er dan 3 moeten zijn. Ik heb er even verbrand. Ik ook. Want ik ben hem kwijt. Dus lijkt me dat ik hem dan... Dus er staat hier... Dus er is één verbrand dat die anderen verdwijnen. Nee, toch? Die was... Nee, zou niet moeten zijn. Dat even jullie... Overlopen, jongens. Een halve tijd al 3 peuken gerukt. Staat een van jullie toevallig bij de boiler room? Zo, jezus. Ik ben dood in de wijnkelder. Ze is nog steeds kwaad. Ik nu niet meer, denk ik, want ze heeft mij opgegeten. Ik ben weer een pop. Er liggen hier 4 sleutels. Ze is weer normaal. Hier 4 sleutels, ja. Hier, Erik. Nou, dan ga ik weer naar beneden. Waar is ze beneden aan? Wee. Ja. Kan ik... is ze boven of is ze beneden? Ze is boven. Nou ja, de main floor. Wie is ze dood? Ik. Alleen jij? Ippie hoor, ja. Denk het wel. Is iemand nog een ding? Hoe pak ik iets op? Ik heb hout en matches. Hey. Ik heb hout. Is iemand nog een pop? Nee, ik heb alleen hout. Oké, want ze wordt nu boos. Even kijken, spring erbij. Hallo? Hoi. Vrienden. Best wel fijn. Ja. Bang zijn. Even een horrorspelletje spelen. Hoeveel dolls hebben we nou nog? 3. Ja, die van mij heeft hij dus niet meegeteld. Nee. Jammer genoeg. Is dat zo? Ja. Maar, op de attic zit het meeste, toch? Op de attic? Nee, die zijn allemaal weggelopen. Oh, daar loopt hier één. Pak hem. Weer, kutkind. Maar we moeten ze ook echt vangen. Ja, we moeten ze vangen hebben. Hey. Oké, daar ben ik. Zit er bij mij? Kan ik je redden? Nee. Nee, maar die pop die heb ik er wel losgelaten, dus ik weet niet of je die weer op kan pakken dan. Waar is de border room? Ik sta naast die pop. Hij staat op de trap. Ja, ik heb even omgereld. Waar is de border room? Weet ik niet, ik ren gewoon heen en weer. Oh, je hebt hem omgereld. Zoek naar poppen. Ja. Nou, dit is de trap boven, dat is niet goed. Ja, hoe kom je ook weer beneden, hè? Zie ik. Hey, ik heb een pop gevonden. Godverdomme. Gooi hem open. Nee, dat is een rode pop, die moet je houden. Oké, doei Jeroen, was gezellig. Ik zit in de wijnkelder, maar ik heb... Demon, koper, wens weer. De wijnkelder, daar zit je vlak bij de oven, toch? Ja, dat lijkt me ook, maar... Wie is er nou kwaad? Waarom? What the fuck? Ze wordt gewoon random zomaar kwaad. Ze weet niet meer waar ze heen moet. Waar is ze dan? Ja, weet ik veel. Ze is echt binnen 2 seconden is ze uit mijn gezicht verdwenen. Maar ze is in ieder geval op de main floor. Dus jullie kunnen veilig poppen verbranden. Ah, oké, doei.
Jullie kunnen niet veilig poppen verbranden. Jawel. Maar ben je nou live dan, René, of niet? Ik ben het opnemen. Ik ben het, nee, gewoon aan het opnemen. Oké, de sleutels liggen bij een attic key. Vandaar dat hij zo schreeuwt. Ik hoor je lopen. Ik heb hout nodig. Ik denk dat het Erik is hoor. Loopt die pop nou weer? Heb ik een rode pop of heb ik een zwarte pop? Dat zie je links van erin. Ja, is dat het, gewoon het haar? De ogen toch? Ja. Als het zeg maar als een blanke pop nou zien. Halleluja! Ik heb gelijk het idee dat mijn vriendin er weer is. Aap ook weer 3 dagen vriendin hoor. Ja. Maar hoe zag ik het maar, bij de pop? Of die blank is of zwart is. Een... Nee, normaal. Normaal of zwart-wit? Grijs. Zwart-wit. Okay. Grijs of met kleur? Hoe moeilijk kan je het nou allemaal maken, jongens? Godverdomme. Oké, deze is met kleur. Oké, dat is niet goede pop, hè? Dat is goede pop voor bescherming. Ja. Oké, pop. Jij en ik hebben dit. Poppa. Maar zijn jullie alweer levend, jongens, of niet? Nee. Als Erik dood is, gaat het natuurlijk helemaal fout, hè? Want we hangen allemaal af van Erik. Iemand moet namelijk de sleutels van Erik nog oppakken. Ja. Ja, jij toch? Nee, ik ben toch ook dood? En Erik, nadat ik dood ging, heeft Erik de sleutels weer opgepakt. Maar als jullie dan vertellen waar ze loopt... Ja, dat maakt niet uit, ze is tering snel. Ja, dat maakt echt niet uit hoor. Je moet gewoon rennen voor je leven, voor je brood. Ik zie een pop en ik blijf lopen. Ik blijf achter me. Ah, ze is weg! Fuck. Ze heeft mijn pop afgepakt, maar ik kijk naar de grond en ik doe niks. Pop. Is ze boven? Ze is op zolder. Ze loopt de hele tijd hier. Zijn er niet misschien 2? Ze staat echt naast. Ik zoek naar die fucking oven, jongens. Ik heb 1 grijze pop in de main hall. Waar loop je? Ik kom weer beneden. Ja, beneden, waar beneden? In de wijnkelder? Nee, vlak naast de trap. Wacht even, ga je iets in de hand steken? Hier. Ja. Hier zo, ja, je gaat hier naar binnen. En hier naar open. Ja. Steek hem aan. Ja. Oké, ik ben ook weer normaal. Soort van. Maar is die fucking... Waar komt ze vandaan? Want ik hoor wel wat, maar ik zie niks. Dit achter mij. Oh, tering! In zijn rug, hij zag er niet eens aankomen. Oh. Oh, maar er ligt hier wel een pop. Oh. Kom hier. We gaan even iedereen naar Ferry vijden. Tegels zijn hard en mijn stoel is bezweet. Okay. Dat maakt niet uit, ga eerst even jezelf hier vijven. René, jij ook. Waar de fuck is die basement nou weer? Kom maar hier. Ik ren achter een pop aan. Ik kom al naar de basement. Ja, maar er moet toch ook die pop niet meteen verbranden? Die rennen er voorbij. Ja. Kom terug. Die rennen daar. Ik ben. Achter je lood rent een pop. Oh nee. Ik heb een pop met rode ogen. Hier zo. Ik heb er hier één. Zo, hij rent niet naar buiten. Ja, eiland, ja. Jij bent in de main hall, toch? Ja, ergens. Oh, ze staat... niet meer langer. Ze komt achter iemand aan. Ze is pislink. Wie rent daar op mij af? Ben ik. Oh, hier. Ik hier. Ja. Go. Steek hem op. Kom terug. Echt een bak. Ik heb een rode pop, dus ik ben veilig. Kom op. Ik ga gelijk even hout pakken. Ze loopt op de grote trap. Oké. Ik heb hout. Ik wil ook hout hebben. Hout. Ja, hier ligt er nog één. Hout. Daar is al hout. Hier is ook bij mij. Ja. Ik heb hout. Je hebt hout? Ik heb. Okay. Op de grote trap rent ook nog steeds een pop. Ik blijf te volgen. Kom! Wie ging daar? Ik. Ja, ik wilde die pop nog net pakken, man. Fuck. Daar kom naar de boardroom.
René, moet je even revive of wil je niet meer? Ja, ik maak wel zo'n pop aan het volgen, dat ik meteen kon te pakken. Nou, kom dan even naar de boardroom. Nee, wacht. Ja. Derek, waar ga jij heen? Ik sta bij de boardroom, ik sta met houten matches. Erik moet ook even naar beneden en René, dan ga ik wel verder zoeken naar die pop. Ja. Dan offer ik mezelf wel op. Hij rent de hele tijd bij deze trap, rent hij de hele tijd rond, hè? Ik hoor de pleurs, kind rent hier. Ze is beneden, ze is beneden in de basement. Nou, dus kijk uit. Maar ze is nu niet dood. Ja, ze is dood. Ja, dat hoor ik. Derek? Steek hem aan, steek hem aan, steek hem aan, steek hem aan. Steek hem aan, Anna. Steek hem aan, steek hem aan, steek hem aan. Hij staat aan. Oh, ze staat achter mij. Oh, ze heeft mijn pop gepakt. Ja, ja. Ja, dan wordt ze ook weer kalm. Oh. Ja, nou. Alles oké. Okay. Ik had het namelijk niet gezien, dus ze had ineens in mijn rug gezeten dan. Zoek naar hout. En daar had ik nou niet echt heel tevreden over. Dus, dat had ik graag gedaan. Dan heb ik dat kind. Dat kind loopt nu in de main hall bij de main stairs, zeg maar. Ik word de hele tijd zo kutgegiegel hier zo. Oh, dat is een pop. Die poppen die lachen. Maar ik weet niet, ik hoor hem ook vaak. Ik heb weer hout, dus ik ga weer terug naar borden. Ze staat nu. Nee, ze is weer kwaad, ze is weer kwaad. Waar is die kutpop? Maar ze weet niet waar ze naartoe moet. Ze staat ze gaat de trap op! Oh, ze komt ze naar mij toe. Dat is goed om te weten. Succes, deel. Ja, dat is fijn. Nee. Lampje uit! Heeft geen zin! Nee. Wie is er nou gepakt dan Erik? Ja. Nou, ik heb in ieder geval wel weer alle sleutels. Ik stond echt in een... Voor wat het waard is. In een doodlopende hoek. Ja, dat is vervelend. Wie is dat? René? Hoi. Kom, gaan we de boardroom opzoeken. Waar is die deur nou naar die attic dinges die je opengemaakt hebt? Ja, ben je zover, René? Ja, revive me, modder. Heeft iemand een pot? Heeft iemand een pop? Nee, ik heb een pot, maar die is niet Alsjeblieft, hier. Springen. Ja. Kutpop. Waar? Wat is dit? Nou, is gewoon even rustig, joh. Godsamme. Ik heb nog geen tijd voor, man. Kom hier. Ik heb een pop, een rode pop. Dat is fijn. Ben ik in ieder geval weer veilig. Die worden volgens mij gerespawnd of zo. 3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2. Ook weer een rode pop. Oh, corner! What the fuck is die border? Dus dat loopt me ook gewoon keihard voorbij, oké. Okay. Fuck is die border, what the fuck is die border? Ja, hier zo. Volgens mij gaat dat niet hoor, want volgens mij is er eentje inderdaad gebeurd. Ja, ik ben er eentje kwijtgeraakt. Ja, jammer joh, ik heb geen pop voor je. Ik heb wel een rode, die mag je hebben. Doei! Is ga ik gelijk die andere weer pakken. Oh, ja, stond jij met haar te zoenen? Ja. Ik had er zin in. Wil ik wel eens ruiken hoe ik dooi... Nee. Beetje raar. Jongens, ik denk dat we geen hout meer hebben. Ik heb nog hout. Ja, dat fucking huis is van hout, jongens. Kom op, man. Dat is het hele huis. Het gaat echt om de 2 seconden. Ja, hè. Nou, waar zit ze? Want, ja, volgens mij hebben we alle hout verbrand. Hè? Ik heb nog hout, zeg ik toch. Ze zit bij mij. Ja, maar dan moeten we wel 2 dols hebben. Heeft iemand nog een grijze dol? Nee, ik probeer eigenlijk wanhopig naar een rode te zoeken. Maar misschien is dat diegene die Dylan die heeft verbrand, die hij niet heeft gepakt. Ja, ja, dat krijg je van een spel van 4 euro of zo. Ze zit bij mij, beneden in de kelder. Oh, wat leuk. Ik denk dat ze gebukt is. Is ze weer rustig? Nee, ze wordt niet meer rustig. Oh, ik heb een rode pop. Yes. Ze is niet meer rustig. Even rustig. Ze loopt nog steeds in de kelder. Ik vraag me alleen af waar die scheidpop is gebleven. Want er moet er sowieso nog 1 zijn dan. Ja, ik hoor ook nog steeds deuren gaan, dus... Ja, ik ook. Ik ben helemaal debiel van, joh. Komt ze de trap af? Ja, pak die pop maar. Dan ben je in ieder geval even rustig. Hé, daar is die weer. Hij ging zomaar ineens weg. Ja. Waarom nou? Wat drinken pakken. Oh, ja.
Hij is gebukt, denk ik, boys. Ja, pof. Zat er net lekker in. Ik hoor die ene ook. Fuck! Oh, fucking! Ik ga hier wel gewoon in een hoekje staan. Met mijn rug. Ik hoor die ene ook niet meer lopen, zeg maar. Ah, schiet er gewoon door zijn kop, joh. Dan ben je goed in top, hoor. Je hebt me weer! Ik heb alweer genoeg stress voor vanavond. Ik ga het al opgeven. You are a doll. Nou, waarom sta jij hier? Waarom ik hier sta? Sta je dan daar? Want ik sta met mijn gezicht tegen de muur aan. Ja, heb je daar problemen mee? Ja. Wie is dat? Dat is Erik. Dat is je zeg maar recht boven jou. Ja, ik weet het, ja. Ik ga hier achter staan. Slecht voor mijn hart. Ze is beneden in de kelder. Dat is ook slecht voor mijn hart. Houd mijn hart. Ik heb geen hart. Oh. Dat is waar. Volgens mij is de... ik denk echt dat hij kapot is. Ja, anders had hij die pop echt wel gevonden inmiddels hoor. You broke the game. Yes. Nailed it. En soms zie ik een reflectie van iemand zijn zaklamp. Denk ik, hé, daar loopt er een. Oh nee, jammer. Maar... Ik niet snap, we hebben nog steeds de deur van de hoofdingang of de sleutel van de hoofdingang. Gaat echt... Oh, Dylan! Ja, heb jij alle sleutels? Ja. Ja. Oké, ze komen hier. We moeten nog één kamer moeten we bezoeken. Dat is? Dat is hier aan de andere kant van de basement. Ja, dus ik kan moeilijk zeggen of ze nou boven is of beneden. Ja, ze is niet meer in we gaan hier zo links, denk ik. Ze is in de basement. Ze is naast Derek. Ja, ze is hier. Oké, doei. Ze kan mij niet pakken. Ik heb de upgrade. Oké, kijk. Erik, waar ben je nou heen? Is weggehaald, Derek. is hij weg? Ja, niet hierheen. Ik ben weer bij de boiler. Waar ben jij? Kom even terug. Oké, gaan we weer hierheen? Niet de weg. Als het ik hoorde dat ook echt naast me, René. Ja, ik keek er naar. En ik genoot. Ondanks ik in mijn broek kom. Ben je hier? Kamer. Dood is. Kamer. Hier zo. Als godverdomme. Maar, we hebben nu een rondje gelopen, Erik. Ja, ik weet het. Hoi! Nou. Er is hier nog een deur die niet open is. Waar is ze hier? Want daar zoeken we altijd naar. Oh, bij de wijnvaten. Oké, hier staat Derek. Sta jij bij Derek? Nee, ik sta te springen nu. Linksaf. Hier links? Oh, daar hier zo, ja. Heb ik hem nou opengemaakt? Ja, dat is één. Ik heb de ander. Nou, wat heb ik hier? Hier zit niks. Oh, hier zit hier ook nog één. De Menkie! Let's get the fuck out, jongens. Let's get the fuck out. Gewoon via de voordeur naar buiten. Ik krijg het hier van mij. Ik ga dit niet overleven. Ik ben al bijna buiten. Waar is de uitgang? Waar is de uitgang? Niet eens, in de badkamer. Help me nou. Ja, ik ben je aan het... Wat is hierheen? Ja. Waarheen? Oh. Kijk, hier is... Hier is de main deur. Kom maar. Ik heb geen deur open. Fuck out. Ga de bus. Ja, please go check the place out. Please sterf gewoon even lekker aan eten en zo. Nee, maar hij is gebukt, man. Ja. Zo, we hebben nog steeds één deur niet opengemaakt, hè? Ja, die heb ik net opengemaakt. Wel, die hebben we net opengemaakt. Nee, want daar stond ik voor. Dus die heb je niet opengemaakt. Oh, is dat... Ja, dat is al te vier.